Welkom Deborah in het programma van Christ Channel van Veranderde Mensen. Je wou eigenlijk al jaren zat je te popelen over, oh Hans, wanneer kunnen we nou eens een keer naar de studio? En wanneer kunnen we uiteindelijk eens een keer mijn getuigenis vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan? Ja. En uiteindelijk, nu vandaag is het jouw dag om ook te kunnen vertellen wat God in je leven heeft gedaan. Stel je voor, even zelf voor aan de kijker wie je bent. Ik ben Deborah Bakker, ik ben 51 jaar. Ik heb een hele mooie lieve dochter van 20. Die is nog vrijgezel, zou ik zeggen. Dus een hele mooie lieve dochter. Dat is het begin eigenlijk, hè? Van als ik kijk, kijk even terug naar 30 jaar van je leven. Ja. Hè, toen je bijvoorbeeld net 21 was, hè? Wie was Deborah? Ja, ik had het heel moeilijk. Je had het moeilijk? Ja. Maar waar had je het moeilijk mee? Want wat gebeurde er op dat moment in je leven? Ik had heel veel angst. Heel veel angst. Ik had een angststoornis. En ik was overal bang voor, maar ik dacht eigenlijk niet uit wat. Ik zat ook met zelfdoding in mijn hoofd in die periode. Ja. In die periode wou ik ook niet meer, omdat ik gewoon, ik was seksueel misbruikt. En ik was, waar ik heel lang last van heb gehad. En nog wel, soms. Van alles eigenlijk wat. Dus ik heb, ben opgevoed met twee hele lieve ouders. Maar die toch ook in Russie vaak leefden. Dus als ik een beetje mag verwoorden, hè, naar jou toe. Ja. Dat zeg je eigenlijk van, als kind zijnde had ik al gauw angst en paniek had ik in mijn leven. Ja. Toen op een vrij jonge leeftijd ben je verkracht. Ja. Eigenlijk, dan zeg je, ik heb trauma meegemaakt in mijn leven. Ja. En in trauma zijn natuurlijk open gaten wat er dan in jouw persoonlijkheid komt. En waar je dan heel veel last van hebt. Ja. Hoe ging dat in het dagelijks leven? Wat gebeurde er dan? Had je dan heel veel conflict, heel veel angst, heel veel woede? Vloog de borden door het huis heen? Nou, ik... ik had namelijk heel veel last van hyperventilatie. Ontzettend veel. En dat werd eigenlijk alleen maar erger. Ja. En even denken hoor, dat is niet zo makkelijk. Inderdaad, ik was ook wel eens heel agressief, vooral toen ik met die borderline zat er een, als ik mij niet zinde, dan greep ik iemand als een schot. Dan wou ik hem wel vermoorden, weet je wel. Ik was heel erg ook agressief, ja, dat ik bijvoorbeeld, kan ik me nog voorstellen, ik ben pittig van aard, ik heb een pittig karakter, ik weet heel goed wat ik wil. En daardoor is mijn, als ik dan agressief werd bijvoorbeeld, of er iemand zei wat tegen mij, kwam mijn begeleider maar bij thuis en zei, hé Deborah, van dat. En dat stond me niet aan. Dan pakte ik mijn kopje en dat heb ik één keer gedaan en zo. Maar ik heb niet expres naar de kop geflikkerd, maar wel zo erlangs, zo woem, precies erlangs. Ja. Dat heb ik expres gedaan. Ja. En toen zei ze tegen mij van, dankjewel, of niet? Van, hé, we gaan hier niet agressief doen. Oké. En toen zei ik, nou ik heb ook expres niet een kopje naar je kop geslingerd. Maar er precies erlangs. Ze zei, ja, maar dat is ook agressiviteit. Ik zei, ja, maar ja, zo was ik vroeger. Ik was gewoon, ik had zoveel problemen aan mijn kop. Dat op een gegeven moment ook iedereen kon ik wel uitkotsen. Ik was op iedereen eigenlijk kwaad. En ik werd alleen maar kwaad. En op een gegeven moment was ik gewoon een lopende tijdbom. Dat mijn moeder zei van... zeg maar niet, is de borden wat er niet zin van, dan spat ze uit elkaar en dan heb je een probleem. Nou, echt waar hoor. Toen ben ik die therapie gaan doen, die DGT. Juist. Vertel eens aan de kijkers ook, wat is dat eigenlijk voor een therapie eigenlijk geweest? Nou, ik,
Ja, ik vind het heel fijn om te vertellen, want het heeft mij enorm veel, gedaan. Sorry voor mijn emoties. Ik vond het heel moeilijk om. Ik had mijn emoties eigenlijk niet onder controle, totaal niet. En ik kon dus van heel kwaad naar heel blij naar heel verdrietig. In een kwartier tijd of zo kon ik 4-5 keer van gedrag veranderen. En toen moesten we huiswerk thuis gaan maken. Zeg maar huiswerk thuis gaan maken. Ja. Moet ik naar de camera kijken? Of nee hoor, naar mij hoor. Kijk maar lekker naar mij. Oké. Okay. Vergeet die camera's gewoon maar te laten. Nee, want ik moet aan de mensen vertellen. Ja, af en toe. Ja. Ik vind dat niet zo ervaren mee. Maar dan moest je dus die thuiswerk moest je maken. Hoe ging dat dan? Ja, dan moest je thuiswerk. Bijvoorbeeld dan ging ik naar de winkel. Ja. En dan ging ik in de winkel en dan dacht ik altijd, oh, iedereen kijkt naar mij en iedereen vindt me stom en iedereen vindt me dom. En ik dacht altijd eigenlijk altijd voor anderen. Ja. Ik had ook altijd het idee dat iedereen naar me keek en dat ik altijd fout was. En daar heb ik soms nog last van, dat ik denk van ik ben de schuldige, ik ben fout. Heb ik eigenlijk mijn leven lang al gevoeld en voel ik soms nog, soms heb ik daar nog last van. Ja. Maar het was zo erg dat ik op een gegeven moment niet meer naar de winkel durfde. Want als ik in die winkel was, ik stond bij de rij in de wachtrij. En dan begon ik al te hyperventileren, helemaal bang. Om geld uit te geven of voor de angst? Ja, om uit die rij te komen. Om die mensen die steeds naar me keken, dat vond ik eng. Vond ik benauwde mij. Oh, ik vond het echt, ik had er helemaal niks mee met mensen. Ik vond het doodeng. Ja. Dus toen op een gegeven moment ik leid af van de DGT. Maar toen moest ik dat schrijven. En toen kwam ik weer bij de DGT en dan gaan ze je confronteren. Nou, hoe was het? Ja, nou dan ga je vertellen over dat ik in die winkel kwam. Of bijvoorbeeld achterin de auto zitten. Nou, dat vond ik vreselijk, want dat heb ik soms nog. Maar toen was het heel erg. Dat zodra die achterdeur dicht ging of die... Dan voelde ik mij gewoon geclaustrofobie. Weet je, dan begon gewoon te hyperventileren. Van ik wou eruit en straks zit je op het snelweg en dan kan ik er niet meer uit. En nou, dat soort dingen. En dan vertelde ik dan zo. En toen zei en door dat huiswerk wat je leert, wat je doet, is heel pijnlijk, is helemaal niet leuk. Maar leer je van wat is het eigenlijk? Wat het is eigenlijk. Je hebt reële gedachten en je hebt irreële gedachten. En ik had heel veel irreële gedachten. Ja. En ik moest me van attent worden van Deborah. Van, ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, ik zal je één voorbeeld geven. Ik was op die DGT en ik denk dat het voor de kijkers ook wel heel belangrijk is om dit te horen. Dat had te maken met, ik was één keer, want in de groep mag je niet agressief worden. Maar ik werd op een gegeven moment bedacht dat ik zo agressief ja. Dat ik was zo kwaad en dan had ik mijn emotie echt niet meer in de hand. Dus ik pak dat boek zo op van die DGT. Ik sla keihard op de tafel, smijt hem van me af naar de andere persoon en ik loop heel kwaad daar die gebouw uit. Omdat je geconfronteerd werd met? Omdat ik geconfronteerd werd met pijn. Ja. En ik was zo kwaad, ik kon er absoluut niet tegen. Toen heb ik met knokkels op. Bam, kaart tegen een betonnen paal, dus ik had de halve vel van mijn handen liggen. Maar dat deed me niks, interesseerde me geen bal. Ik liep verder en kwam een van die stagiaires achter me aan. En ze zegt, goh Deborah, jeetje, wat is een heftig gedoe. Maar ze zegt, weet je wat het met jou is? En vergeet nooit meer, dat ik zoveel, en nou zo dankbaar. Ze zegt, jij praat, ze zegt, je bent een gezellige kletser. Je bent een leuke meid, klets veel, prachtig, geweldig. Dus dat is één ding wat jij niet doet. En dat is je struikelblok. Ik zeg, wat dan? Over het gevoel praten. Dus je praat niet over je emoties? Nee. Was dat moeilijk dan, om over je emoties te praten? Ja. Waarom dan? Hele moeilijke vraag. Omdat je dan geconfronteerd werd met je innerlijke ik? Pijn. Dus eigenlijk... reageerde je eigenlijk continu vanuit die pijn ja. Naar een ander toe ja. En ook naar jezelf toe. Ja.
Als je dan in de spiegel keek, zag je dan een vrolijke Loekie de Leeuw? Wat zag je? Kakelende kip? Ik kon die spiegel aan dichtgelen slaan. Ik had een hekel aan mezelf. Echt. Je haatte jezelf eigenlijk. Ja, daar heb ik soms nog moeite mee met het zelfbeeld. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Oké, dat is vandaag aan de dag dan nog wel een beetje moeite. Ja. Maar als ik jou een cijfer vraag, hè, van eigenlijk 30 jaar geleden, van jezelf te houden, van 1 tot en met 10, wat zou je dan geven? Van 30 jaar geleden? Ja. Van jezelf te houden, nou, 1 of een 10, wat gaf je jezelf? Ik bedoel 9 echt in die zin, van zo kwaad als 1. Ja. Ja, dus... Dus 1, dan hield je helemaal niet van jezelf. En de 10 hield je heel veel van jezelf. Oh, dat was een 1. Dat was een 1. Ja. En als ik het nu zou vragen, hè, dan zijn we dus 30 jaar verder. En als je het nu zou vragen aan jou, hoeveel hou je nou van jezelf? Gaat wel richting de 8. Een 8? Wow. Dat is dus een totaal verandering, hè? Ja. Maar je hebt ook een profetisch woord gehad. 7, 8 ongeveer. Ja. Jaren geleden. Profetisch woord, meerdere profetische woorden. Meerdere, ja. Maar dat God die zal... Oh ja, God zal mij veranderen zonder dat ik het zelf wist. Wauw. En toen ze dat tegen mij zeiden, toen had ik echt zoiets van, nee, ik wist dat God met mij bezig was. Ja. En God had ook al zijn beeld laten zien. Ik heb vaak dromen en beelden van God gehad. En ik zei dan zo van, ja, je leven zal op rolletjes gaan lopen. En daar heb ik ook al eens een beeld van gehad. En ja, van allerlei dingen. Maar toen kreeg ik inderdaad een woord van, God zal jou veranderen zonder dat je het zelf voelt of weet. Ik had zoiets, zou wel. Maar... Ja, dat is wel gebeurd. Ja, dat is gebeurd. Dus als je gewoon kijkt, hè, je had paniek om in een auto te zijn. Ja. Hè, daarin te rijden, laat staan in een auto te rijden. Dat vond je ook wel mooi. Dat vond ik ook wel eng om naar bijvoorbeeld naar Amsterdam of ver weg te rijden. Ja, dat vind ik nu heerlijk. Ik mag graag achter het stuur zitten. Achter in de auto. Dat vind ik nog steeds niet helemaal leuk. Nee. Maar echt in paniek raken doe ik ook niet meer. Nee. Maar ik vind het nog steeds niet echt leuk om achter in die auto te zitten. En als je op de snelweg zit, nee, dan wil ik op een gegeven moment, dat ik er wel zat, dat ik er wel weer uit wil. Dus ik vind het nog steeds niet prettig, maar ik raak niet echt heel erg meer in paniek. Nee, en als ik dan heb, hè, nu heb je dus, hè, dat je dan minder in paniek bent. Hè. Je rijdt zelf in een mooie auto, een lekkere scheurijzertje, laat me het zo maar verwoorden. Ja, dan zie je wel eens een Zwolle rondcrossen. Dan denk ik, het kan zachter, maar dat ben ik als oudere persoon. Heb daar meer moeite mee. Maar als ik dat gewoon zo bekijk, maar dan denk ik van... de therapie van de wereld. Hè? Ze hebben jou heel veel therapie proberen aan te bieden en aan te smeren. Hè? Zoals klankcymbalen, geloof ik, had ik eens een keer gehoord. Ja, klankcymbalen, klopt. Dat was toen met, hoe heet je therapie? Nou, maakt niet uit. Maar in ieder geval, het had inderdaad met klankcymbalen te maken en ik had heel veel angst. En ik dacht, lijkt me wel wat, ga er naartoe. En ik ging er naartoe. En dan moet je zo naar die geluiden horen van die klanken. Ik werd er hartstikke onrustig van. Dus ik ging weer naar buiten toe. En ik zeg, ik word er eigenlijk alleen maar bang van. Ja, maar dan zei iemand tegen mij, je moet ook stoppen met die medicijnen. Zo ik zeg. Ik denk meer dat het mensendiek was het. Ik denk dat het meer ligt aan de therapie. Ik zeg, want ik slik nog steeds medicijnen daarvoor. Maar ja, het maakte me onrustig. En ik had echt het idee dat God me er weg wou hebben. En dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Want ik werd er alleen maar meer bang van dat ik er beter van werd. Toen ben ik ermee gestopt. En toen was die angst ook weg. Kijk eens aan.
Dus aan de ene kant kunnen we ons ook te veel gaan richten op te vertrouwen op de wereld en op de wereldtherapieën als eigenlijk op de Heer. Ja, in die zin, ik ben heel veel bij het, vroeger was het RIAG, tegenwoordig is het Dimens in Zwolle. GGZ, laat ik het zo maar noemen. Ik heb heel veel aan de GGZ gehad, ikzelf. Heb ik echt nodig gehad. Ik zie het als een combinatie, en God en GGZ. Ja. Weet je, en ik heb, en misschien zijn er mensen die er anders in staan, maar ik vind het belangrijk. En ook wel mijn medicijnen die ik gebruik. En ja, ik moest gewoon leren van wie is Deborah en waarom ben je altijd zo bang? Wat is er aan de hand en waarom ben je altijd zo agressief? Waarom ben je altijd zo boos? Ja, maar er is dus een hele grote verandering in je leven gekomen. Hè? Ik geloof, hoeveel jaar geleden... je hebt je op een gegeven moment opnieuw laten dopen. Vertel daar eens wat over. Ja, dat klopt. Ik heb in mijn leven laten dopen. En ik wil graag Jezus, God dienen. En zei, nou ja, laat je dopen. Dus ik laat me dopen. En, maar toen was ik in die tijd was ik getrouwd. Nog met mijn ex, zeg maar. En dat stond op die doopkaart. En dat vond ik erg vervelend. Ik denk van ja, ik ben eigenlijk van die man af. En toch staat er op mijn doopkaart van, nou, dat vond ik gewoon vervelend. Dat vond ik irritant. En ik zei, ja, als er een mogelijkheid is dat ik me over kan laten dopen, dat ik gewoon mijn eigen naam, dat vind ik toch wel prettiger. En, ja. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik me over laten dopen. Was ergens een eerste Pinksterdag, hè? Ergens in het Groningerland. In Sinneburen, geloof ik. Ja. En toen een openluchtdienst. Ja, heel heet. Parasolletje boven het hoofd. 30 graden. 30 graden, ja. Juist. Ja, en ik denk dat je ook wel de moment nog herinnert van dat je bij ons in de gemeente kwam. Eigenlijk al wel zo'n 11-12 jaar geleden. Ja. Hoe zag het toen in je leven, met alles eigenlijk een beetje? Ja. Nou ja, ik ben dus... een van de ergste dingen in mijn leven is dat ik seksueel ben misbruikt. Niet alleen door mijn neef, maar ook door verschillende mensen binnen mijn familie. Ja. Dat is voor mij echt heel pijnlijk iets geweest. Help me even herinneren, waar we het over. Nou, je kwam bij ons in de gemeente. Oh ja, ik weet het, Jim. Dankjewel. Ja, even door de stress, dan kan ik even plek houden. Geef niet. Sorry. En ik kwam in de gemeente en ik kleedde mij echt, ik had joggingbroeken aan en sloppen truien en dat soort dingen. En waarom? Omdat ik niet wou dat iemand mij mooi vond. Juist. Ik walgde gewoon van mezelf, weet je. En ik vond mezelf vies en ik vond mezelf, dat had ik gewoon. Dus, want ik weet als ik mij mooi ga kleden, dat mensen tegen mij gaan zeggen, oh, je bent een mooie vrouw of je bent leuk. Maar dat boeide me niet. Ik had zoiets van, ik heb liever dat mensen me lelijk vinden en stom vinden, dan dat mensen me mooi vinden. Dat wil je helemaal niet horen. Daar word ik zelfs boos om als mensen mij mooi vinden. Juist. En dat heb ik soms, heb ik daar nog steeds last van. Dat ik, als mensen mij mooi vinden, dan denk ik, oh ja, pff. Laatst zei ik het nog in een opwelling van, ik heb liever dat mensen me stom vinden dan mooi. Dat heb ik nog steeds af en toe, maar niet zo heftig meer als toen. Juist. En toen kwam je bij ons in de gemeente en toen begon eigenlijk het proces van verandering. Ja. Want na de prediking, dan nodigden wij mensen uit om naar voren te komen. Ja, ja, en in principe, ja, nou, ja, ging ik elke keer naar voren toe. En ik zei, ja, weet je, ik zei, voor mij is het onmogelijk. Ik had echt zoiets van, want bij mensen is het eigenlijk... ja, kijk, zoals de Bijbel zegt, dat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat is zo en daar geloofde ik ook in. Ja. Alleen, mensen zeiden dan tegen mij,
ja, dit, ja, dat, ja, na je 40ste kan die borderline wel wat afnemen, maar dat kan nooit, je kan er nooit helemaal echt 100% van afkomen. Dat kan niet. Nee, nee. En daar geloofde ik gewoon niet in. En ik zei gewoon van, ik weet dat ik een God heb die het wel kan. Ik weet dat er een God is die mij helemaal daar, ja. Kan veranderen, helemaal vrij kan maken ja. Van die banden van borderline. En dan ben je ook echt blijven geloven. En, ja. En elke keer zei je ook van, misschien gebeurt het niet in één klap. Dat zei ik ook. Ik zei ook van, God, het ging heel beetje bij beetje. Want God weet gewoon dat God weet wat je kan en wat je aan kan. Juist. Ik kan het blijkbaar niet aan om in één keer veranderd te worden. Het heeft bij mij een jaar of vier of zo. Ja. Heeft het wel geduurd. Maar het is beetje bij beetje gegaan en ook iedere keer als ik naar de gemeente kwam, ik wou voor me laten bidden, jongen, dan kreeg ik, al voor ik ben naar de dienst kwam, begon ik buiten al te hyperventileren van, oh, want dan voelde ik me niet goed en dan had ik zoiets, nou, ik ga maar weer weg, want ik ben benauwd, weet je wel, maar ik denk, nee, dan ga je maar zitten hyperventileren binnen, maar je gaat wel, want dat is de duivel die je dan tegenhoudt, want die wil niet dat jij genezen wordt. Goed zo, dat had jij dus door. Dat had ik door. En ja, zeker had ik dat door, want iedere keer als ik met God in aanraking kwam, dan kreeg ik weer een aanval. Dan had ik weer wat. Dan had ik ook thuis, heb ik dat ook wel. Maar vooral onder, als ik naar de kerk ging, dan was het raak hoor. Dan was het onherroepelijk dat ik een aanval kreeg van hyperventilatie. En niet een kleintje ook. Dat ik echt zo benauwd was, dat ik dacht van, nou, ik ga van de hartstikke dood neer. Juist. Maar ik ben toch gegaan. Maar... He, dan, nou, je vertelde nu dat je zegt, 4 jaar geleden is eigenlijk die borderline, ja, was niet meer zichtbaar bij mij. Vertel dat eens wat aan de mensen thuis, wat er eigenlijk gebeurde en hoe dat, ja. Ja, dat is mooi. Ik heb een oudste zus, die werkt in het, werkte in het ziekenhuis in Amsterdam, in de VU. En die werkte vooral met mensen met borderline. En wel mensen extreem borderline, maar echt wel ook mensen met borderline. Dus zij wisten heel goed wat borderline was. En het grappige is, in mijn familie zijn natuurlijk een aantal niet gelovig en een aantal en een paar wel. En mijn oudste zus, ja, die is ook gelukkig tot geloof gekomen, is ook een kind van God. Maar ze zegt tegen mij van, wauw. Ze zegt, weet je wat het is? Ze zegt, wat ik bij jou zag aan borderline, dat zie ik niet meer. Wow. Ze zegt, als ik kom in het ziekenhuis, zegt ze, bij mensen, of ik heb gewerkt met mensen met borderline. Ja. Nou, ze zegt, dat heb ik, die trek heb ik ook bij jou gezien. Die heb ik echt gezien. Niet zo heftig als de mensen daar in het ziekenhuis, maar ik weet wat borderline is en ik heb ermee gewerkt. Maar ze zegt, als ik jou ter zegen zou komen, zou ik niet meer zeggen, jij bent een borderline. Absoluut niet. Ze staan vandaag, ook vandaag aan de dag, helemaal versteld, hè, van jou, hè? Ze staan in zekere zin helemaal versteld. Kijk, ik wil graag in de zorg, ik wil graag opleiding verpleegkundige gaan doen. En dat wil ik al vanaf dat ik 24 jaar ben, wil ik al heel lang. Ja. Maar, ja... Maar ook daarin, ja, maar stel je nou voor dit en dat en ja, je hebt toch een hele zware opleiding en kan je dat wel? Ik zeg met mijn God, kan ik alles? Ik zeg, want er staat ook in de buik met mijn God springen ook over een muur. Ik zeg, ik geloof dat ik dat kan. En als het niet zo is, dan zal God wel op de een of andere manier andere wegen leiden waardoor... Maar het leidt steeds meer naar de zorg. Ik werk nu als vrijwilliger in het verzorgingshuis. Ik werk twee middagen in de week in het ziekenhuis. Ik heb zelfs mijn begeleiding thuis en mijn begeleiding op het werk zeggen allebei van de borderline gaat vooruit. Het is ongelooflijk hoe jij groeit. Dus je ziet aan alle kanten krijg ik bevestiging dat het gaat lukken. En ja, ik hou van om te werken met zieke mensen, met oude mensen. Ik hou van oude mensen. Soms kan je ze ook wel, ik weet niet wat doen, maar ze zijn ook niet altijd makkelijk. Maar ja, oude mensen is ook, hebben ook vaak gebreken en moeilijkheden en toestanden. Dus ja, daar moet je gewoon ook wel heel veel geduld mee hebben, ook mensen. Ja.
Maar als ik gewoon kijk naar je leven, ja, dan kan ik eigenlijk wel zeggen dat je bent in de overwinning gaan staan. Juist, ja, dat klopt. De laatste preek die je had, waar ging die over? Overwinnaars. Overwinnaars zijn in Christus, ja. Dus niet overwinnaar in jezelf, maar een overwinnaar te zijn in de Heer Jezus. Ja, ja, als, anders was, ik. Jongen, anders was ik echt. Nou, mensen, sorry, er zijn geen woorden voor uit te leggen, maar als het God niet had, was ik hier nooit uitgekomen. Echt niet. Had je hier eigenlijk niet eens gezeten? Nee. Dan had je misschien wel een beëindiging gemaakt van je eigen leven. Ja, want ik had, want wat ik ook nog wou zeggen, die trekken van borderline die ik had, dat waren natuurlijk zelfdoding. Dat was, wil ik ze even opnoemen als het mag. Ja. Dat was vraten, dus eten, dus dwangmatig eten. Verlatingsangst had ik geen last van. Even kijken, wel ja, heel veel dingen, dus ook met in jezelf pijnigen. De, ik sloeg vaak een kop in de muur, of tegen een betonnen muur. En, of ja, deed dingen wat, waardoor ik pijn ging voelen. Dus bijvoorbeeld kaars, trappen, mijn voet tegen de deur. Dan zat er bijna een gat in de deur. Ik heb wel eens de kapstok naar beneden geslagen. Ik heb bijvoorbeeld dingen die echt pijn doen. Die deed ik, weet je wel. En sommige drukke sigaretten op hun arm uit. Dat deed ik niet. Of snijden, dat doe ik ook niet. Maar ik deed het met andere dingen. Met slaan, keihard, bam, weet je wel. Of een hoofdkaart tegen. Of iets wat... De huisarts zei wel eens tegen mij, Deborah, als jij hiermee doorgaat, beland je nog in het ziekenhuis. Zo hard sloeg ik met mijn schedel ergens tegenaan, of stropte ik met mijn voet ergens tegenaan. Ja, ja. Maar dat zie je dus, als ik jou gewoon vraag, wie heeft jou genezen van de borderline? God, kan niet anders. Helemaal totaal. Dus niet dat je stiekem af en toe één keer per dag toch eens een keer een borderline trek hebt. Ik heb af en toe nog wel, als ik een zak drop voor mijn neus krijg, dat ik hem wel in één keer leeg eet. Dat oh, maar daar heb ik ook last van als ik chocolade heb. Dan is hetzelfde, dan moet die doos moet ook leeg. En ik heb ook geen borderline, dus wat dat betreft, dan ben ik blij dat we gezond zijn en dat we ook mogen genieten van ons leven. Dat heb ik wel, maar voor de rest inderdaad niet meer. Wat is jouw boodschap voor de kijker? Een korte boodschap van 2 minuten. Ja... Vraag je me wat. Ja mensen, de enige manier om van borderline af te komen is gaan naar Jezus. Want, tuurlijk, ik heb er ook therapie bij gedaan. DGT is een hele goede therapie. Heb ik ook gedaan, zou ik ook adviseren aan mensen met borderline. Bij de GGZ. Een hele zware therapie, duurt een jaar. Maar daarnaast ook... Laat bidden voor je. Ga naar God. En vooral blijf vertrouwen dat God het gaat doen. Want daar krijg ik nou even kippenvel van. Dat ik denk van, mijn streven was van, al duurt het 10 jaar, al duurt het 20 jaar. Maar er komt een moment dat ik eraf ben. Dat God mij genezen. Daar geloof ik in. En dan kunnen iedereen, kan elke omstandigheid tegen je zeggen. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Ja, je wond er niet echt meer af. En zus en zo. Ja, na je 40 kan wel minder worden, maar echt eraf komen, dat kan je niet. Nee, dat is gewoon niet zo. Met God kan je helemaal vrijkomen van wat voor ziekte dan ook. Dat, ik had er behoorlijk veel last van, maar ik heb er geen last meer van, prijs God. Nou, dank je Jezus, zou ik zeggen, voor je getuigenis. En dat je welkom in deze studio van Christ Channel. Ja, het is alleen maar de lof aan de Heer Jezus voor Amen. Jou. Amen. Amen.